Ik hoor de laatste tijd veel over te veel water, te weinig water. En ik maak me daar eigenlijk wel zorgen over. En ik ga vandaag praten met iemand die er meer van weet. Hey Niels. Hey Sjoerd. Hey, hoe zorgen we er nou voor dat we hier droge voeten houden? Nou, in Friesland hebben we dat regelen via het wetterschip. Het wetterschip is eigenlijk de vierde oerhiet in Friesland. Naast het Rijk en de provincie en de gemeenten zorgt het wetterschip voor schoon water en voor veiligheid. Want in Friesland wennen we onder de zeespiegel en moeten we pompen, want anders versoepen we. En waarom is dat dan zo belangrijk dat dat ook een overheid is? Nou, er binnen grote tjinstelde belang als het over water gaat. Net iedereen denkt hetzelfde over droeglissing bijvoorbeeld. Als het gaat over natuurgebieden, et cetera. Heegwetter, leegwetter. Het gaat ook over alle vraagstukken met het klimaat. En ja, daar vindt de hele maatschappij wat van. En dat we je zoen, wennen en werkje kennen. Wat kost dat allemaal wel niet? Nou, de lasten voor de burgers van het wetterschip, dat is nog een hele uitdaging om die onder controle te houden de komende tijd. En daarom wil het CDA dat het wetterschip de peer taken wat het voor oprichten is, bijvoorbeeld de veiligheid en schermwetter, dat we die taken heel goed doggen. Maar alle oorzaken die oren oerheden om het wetterschip koppelen willen, bijvoorbeeld via Europese regeljouwing, daar vinden wij van dat zulke oerheden dan ik mijn geld over de bregen komen matten, want daar kunnen wij de Zwitserse burgers net al mee belasten. Wij zien hele mooie kansen om de mensen in Friesland heel erg met wetenschap te bloeken. He, jongeren, hier met Woudengemaal, is een dag mooi in de litten. Boeren en burgers bloeken, die het zelf ik mijn wetterbeheer te maken heb, om dat mooi me koor te dwang. Dus mooi me koor zorgen dat het wetenschap de fabrizale hier is en uw veiligheid garandeert en zorgt voor mooi schoon wetter.